Michael van Gerwen had zich naar eigen zeggen niets beters kunnen wensen dan de vorm waarin hij momenteel verkeert op het WK darts in het Londense Alexandra Palace. Ik ben in een fantastische doen, ik heb het op het juiste moment opgepakt. Na toch wel een mindere periode halverweerheidsseizoen begon de Nederlandse nummer 1 van de wereld zijn verhaal vrijdag na afloop van zijn met 4-0 gewonnen tweede ronde partij tegen de Engelsman James Wilson. Van Gerwen doelde daarmee op zijn voortijdige uitschakeling en op de World Matchplaat. Champions League of Darts en de World Grand Prix, een van de oorzaken daarvan was de geboorte van mijn dochter. Al wil ik nooit iets de schuld geven. Ik ben ook geen robot. Ik ben ook maar een normale mens. Soms gebeuren dat soort dingen nou eenmaal. Dat moet je gewoon accepteren. Het betekent niet dat alles gelijk slecht is. Heel veel jongens zouden dolgraag de kwartfinales van de World willen halen. En werd daardoor door de buitenwacht wel hevig getwijfeld aan de dominantie van Van Geven. Maar daar kon de hoofdvolspeler zelf helemaal niks mee. Dat vind ik scoreboordjournalistiek. Die mensen hebben geen idee hoe ik die wedstrijden verloor. Dat was namelijk tegen Til Taylor, Raymond van Barneveld en John Henderson. Dat zijn niet de minste spelers, die kunnen goed datten. Daar moet je ook mee leren omgaan en word je alleen maar sterker van. Dat Van Gerven weer helemaal de oude is bewees hij niet alleen de afgelopen maand door het ek, de World Series Finals, de Grand Slam of Dutch en de Players Championship Finals op zijn naam te schrijven. Maar ook vrijdag in het duel met Wilson, waarin met die Mike geen enkele leg afstond. Dat hoorde ik ook pas net. Ik dacht dat hij er al in de eerste set in was geslaagd om een leg van me af te sloepen. Ik was daar ook niet echt mee bezig. Ik zette hem onder druk al niet dat moest en mijn finishes waren geweldig. Wat wil je nou nog meer? Trillende knietjes toch balden van Gerwin er nog wel lichtjes van dat hij net niet een gemiddelde van 110 punten per drie pijlen wist neer te zetten. 108,65. In de laatste set had ik er wat moeite mee om mijn concentratie vast te houden. Ik wist dat ik rond de 110 zat. Daar wilde ik natuurlijk boven eindigen. Ik stelde mezelf dus aan het einde van de partij dat doel. Jammer dat het me net niet is gelukt. Maar goed. Ik denk dat ik alsnog een fantastische wedstrijd heb gespeeld. Ik denk dat heel veel mensen hier jaloers op kunnen zijn. Van Gerwen verwacht wel dat hij het in de achtste finales tegen de Welsmaan Gerwin Price een stuk lastiger zal krijgen. Het verschil zal iets kleiner zijn dan vandaag het geval was. Dat is ook het gevolg van de agressie die hij in zijn spel legt. Maar ik heb de laatste tien keer van hem gewonnen. Dus het is niet zo dat ik met trillende knietjes naar die wedstrijd toe leef.